allemaal. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video van mij. Vanavond een Q&A voor jullie. En ik ga vandaag weer wat vragen beantwoorden die jullie hebben ingestuurd via Instagram en via YouTube. En het leek me wel leuk om dat weer een keer te doen, omdat dat best wel lang geleden is. En er vaak toch wel veel vragen krijg. Dus ik ga ze vandaag allemaal beantwoorden. Oké, de eerste vraag is, zou je liever een oude shed willen of een heel jong trekpaard? Ik denk, dat vind ik heel erg lastig, ik denk een jong trekpaard. Omdat je daar nog wel wat meer mee kan doen dan een hele oude shed. En een trekpaard hoef je niet alleen te gebruiken voor een kar trekken. Dan kun je het ook oprijden en zo. Als je één ding aan Nervion kon veranderen, wat zou dat dan zijn? Ik denk dat hij dan iets minder druk zou zijn. Op sommige momenten, bijvoorbeeld op buitenrit, is hij vaak wel wat drukker en wat heter. En als er een andere paard in de buurt zijn die hij niet kent. Dat heeft hij niet bij Senna Maron, maar wel als hij een Mary ziet of een ander paard op buitenrit of zo. Dan wordt hij altijd heel erg druk en heet. Dus ik denk dat ik dat aan hem zou veranderen. Wat wil je laten worden en op wat voor land zou je het liefst op vakantie willen gaan? Nou, wat ik laten wil worden is iets in de sport. Ik wilde eerst namelijk graag dierenartsassistent worden, maar ik heb me toch een soort van een beetje bedacht. Ik wil namelijk nu iets in de sport gaan doen en wat precies weet ik nog niet. En waar ik het liefst op vakantie toe ga is Aruba. Ik ben daar 3 keer geweest, maar dat is echt al heel lang geleden. En dat was gewoon een superleuk mooi land en ik zou daar echt heel graag nog een keer naartoe willen. Rij je ook wedstrijden met Nervion? Nee, ik rij geen wedstrijden. Ik ben ook niet van plan om echt de wedstrijdsport in te gaan. Heel veel mensen die vragen dat vaak aan mij. Van, ga je ooit wedstrijden rijden? Maar ik denk niet dat Nerv een paard is om echt mee wedstrijden te gaan rijden. En ik denk ook niet dat ik daar echt voor gemaakt ben. Ik hou het liever op recreatief rijden. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. En dan zit er ook niet zoveel druk achter. En ik zou misschien ooit in de toekomst wel een keertje een wedstrijdje willen rijden. Om gewoon puur om een keer te ervaren hoe dat dan is. Maar zeker nu voorlopig eigenlijk niet. Hoe ben je aan Nerv gekomen? Ik ben aan Nerv gekomen door een marktplaatsadvertentie. En dat was van een stal buitengewoon. Dat is een handelsstal die allemaal handelt in dat soort paarden als Nerv. Dus paarden die uit Spanje komen. Want Nerv komt ook echt uit Spanje. Toen ik hem kocht, of toen wij hem kochten, toen was hij net een maand in Nederland. Dus hij kwam ook echt uit Spanje. En hij was ook pas net onder het zadel, kwamen later pas achter. Dus ik weet dat die stal nog steeds dat soort paarden verkoopt. En ze hebben ook een Facebookpagina. Dus als jullie daar moeten kijken, moet je even op de stal buiten gewoon kijken. Op welk paard van een YouTuber zou je een keer willen rijden? Ik denk dat ik dat dan heel graag op Moos zou willen van Fenna. Want ik denk dat Moos best wel zelf soort paardjes als Nerv. En Moos is ook heel erg, volgens mij heel erg druk en gewoon heel erg speels. En ja, het lijkt me wel leuk om dan een keer op Moos te rijden. Wat wil je nog bereiken met paarden? Ik denk gewoon dat meer met grondwerk, dat ik meer met grondwerk met Nerv ga doen. Zodat hij wat meer wordt rechtgericht en dat hij niet meer zo scheef is. Natuurlijk kan een paard nooit helemaal recht worden, maar gewoon, ja, wel deels. En dat we gewoon heel veel plezier gaan krijgen. En dat ik wil namelijk heel graag alleen op buitenrit leren gaan met Nerv. Zeker na dat ongeluk ben ik altijd nog best wel een beetje bang buiten. Dus ik wil dat heel graag leren. Dus dat wil ik ook nog heel graag bereiken. En voor de rest heb ik gewoon heel veel lol krijgen met Nerv. Kan Nerv heel goed springen en wat is het hoogste dat hij ooit heeft gesprongen? Nerv kan best wel goed springen. En het hoogste dat hij heeft gesprongen, dat is denk ik 70 centimeter. Want ik spring zelf niet zo mega hoog. Ik spring ook eigenlijk niet zo heel vaak. Maar ik denk dat hij 70 centimeter heeft gesprongen. Kan hij ooit nog een paard kopen? Die vraag krijg ik heel erg vaak, of wij ooit nog een paard gaan kopen. En het antwoord daarop is op dit moment nee. Want we hebben 3 paarden en we hebben ook maar 3 stallen. En, dus er zou ook geen paard bij kunnen nu. Maar misschien ooit in de toekomst, als Nervion ooit niet meer leeft en ik op mezelf woon en zelf een baan en zo heb, dat ik dan nog wel een paard zou gaan kopen als Nervion er niet meer zou zijn. Maar dat zou echt pas over heel veel jaren zijn, want Nervion gaat nog heel erg lang mee, hoop ik, als hij niks krijgt. Maar daar gaan we natuurlijk niet van uit, want Nervion is vandaag 10 geworden, dus hij is nog maar 10. Dus hij kan nog heel veel jaartjes mee vooruit als hij gewoon gezond blijft. Dus ja, voorlopig komt er geen paard bij.
Truin of Merrie? Ik ga voor een Ruin, want ik vind Ruin gewoon best wel fijn. Ik heb nooit echt een Merrie gehad, dus ik weet ook niet hoe het is om een Merrie te hebben. Ik weet wel als wij ooit weer een nieuw paard bij onze paarden zou neerzetten, dat het geen Merrie kan worden, omdat Nerf daar best wel heftig op reageert en er alleen maar bovenop wil springen. Dus ik denk gewoon dat ik kies voor een Ruin. Wat is je favoriete foto met Nerf? Nou, dit is mijn favoriete foto met Nerf. Wat doe je altijd als eerste als je op stal komt? Eigenlijk loop ik altijd meteen naar de wei toe om te kijken waar de paarden zijn, om ze een knuffel te geven eigenlijk. En dan pas loop ik vaak naar de stal om mijn spullen weg te leggen of iets klaar te zetten of zoiets. Wat wil je nog bereiken qua wedstrijdsport? Nou, eigenlijk wil ik helemaal niks bereiken in de wedstrijdsport, want ik wil de wedstrijdsport helemaal niet in, omdat het gewoon niks voor ons is. Wat is het gekste dat Nerf dan ooit heeft gedaan? Nou, Nervie doet nogal veel gekke dingen, dus ik denk niet dat iets heel erg overtreft. Ik weet dat hij altijd met zijn voeten op het hek staat. Dan gaat hij soms stampen en soms staat hij er gewoon op. Hij gaat ook met zijn voeten in de waterbak staan. Hij zet eigenlijk zijn voeten overal op. Laatst had ik een krukje, een opstapkrukje, en hij heeft echt al 3 kapot gemaakt. En dat is gewoon als ik hem in de bak laat staan en de bak is open in de wei, laat maar zeggen. En ze kunnen soms namelijk ook van de wei naar de bak toe. En als hij dan in de bak staat en dan ziet hij dat krukje en dan gaat hij er echt mee spelen. Dan gaat hij echt zijn voet erop zetten en dan gaat hij stampen. En ja, dat is wel schattig, maar daardoor zijn er al 3 krukjes gesneuveld. En zo gaat het ook met al mijn poetskisten. Die zijn namelijk ook allemaal kapot omdat hij met zijn voeten in gaat staan. Dus ik denk dat dat rare is. En wat hij ook altijd doet is met zijn voet in de kruiwagen gaan staan. En dan of omgooien of er heel hard in gaan stampen. En ik heb hier ook een foto van ooit. Dus dat is namelijk deze. Ja, hij is gewoon een beetje raar. Nou, dit zijn alle vragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je zeker nog wat meer vragen hebt, dan kan ik ze altijd nog even antwoorden in de reacties. Nou, vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. En eventueel een vraag achter te laten in de reacties. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!